Vanaf 28 februari 2024 zal de ruim 60 jaar oude brug in de Van het Hoogruisstraat over het Saramacca-kanaal voor meerdere maanden worden afgesloten voor verkeer. Het ministerie van Openbare Werken meldt dat deze brug niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen van verkeer en veiligheid. De oeververbinding zal worden vervangen door een volledig nieuwe constructie. Het ministerie raadt weggebruikers aan de Beekhuizenbrug en de Saronbrug te gebruiken als alternatief. Ook zal vanaf 28 februari het kruispunt van het Hoogruisstraat en de Slangenhoutstraat worden heringericht. Om de doorstroming van het omgeleide verkeer te bevorderen, zijn er diverse maatregelen getroffen. Zo zullen de verkeerslichten buiten werking gesteld worden. En het verkeer komend vanuit de Beekhuizenbrug zal te allen tijden voorrang hebben om de Van het Hoogruisstraat te betreden.